Hoi Buitenposter, wat superleuk dat je het Blote Voetenpad komt bewandelen. Voordat je het pad betreedt, willen we je graag nog een paar belangrijke dingen uitleggen. Kijk je mee? Wanneer je een online ticket hebt gekocht, ontvang je een QR-code in de mail. We willen je vragen bij aankomst dit te laten zien aan onze medewerkers bij de receptie. De QR-code dient dus als toegangsbewijs. Uiteraard krijg je van ons ook een plattegrond mee, zodat je, helaas, niet kan verdwalen. De ingang van het Blote Voetenpad bevindt zich op het grasveld naast de streekwinkel. Hier vind je ook een zeecontainer met toiletten en douches. Zo kun je weer met schone voeten naar huis. Heb je spullen bij je die niet vies mogen worden? Geen zorgen, wij hebben kluisjes op het terrein. De kluissleutel bedraagt 5 euro borg. Wanneer de sleutel weer wordt ingeleverd, ontvang je 4 euro retour. Ook kan je hier je schoenen opbergen in het rek. Let wel, dit is geheel op eigen risico. Het pad bestaat uit twee routes van 2,5 kilometer. De roze route is avontuurlijker, met meer modderuitdagingen en voor echte durfvals, die niet bang zijn om vies te worden. Je loopt bij de roze route namelijk langs het moeras. En bij veel regenval staat het grondwater soms wel tot aan je middel. Wil je liever niet al te vies worden en een minder uitdagende route lopen? Neem dan de blauwe route. Net zo leuk, maar een tikkeltje minder avontuurlijk. De routes lopen wel parallel aan elkaar. Dus mocht je onderling willen afwisselen, dan kan dat natuurlijk ook. Maar welke route je ook kiest, ze zorgen allebei voor een onvergetelijke ervaring. Midden in de natuur. Namens Team Buitenpost wensen we je heel veel plezier. En tag ons vooral in alle social kiekjes. @buitenpost.nl